Ook ik geloofde dat we na de val van de Berlijnse muur bij het einde van de geschiedenis waren aangekomen. Zo noemde de Japanse Amerikaan Francis Fukuyama de wereldwijde tendens naar democratie en open markten. Als jonge filosoof, geschoold in het westers denken, kon ik me goed vinden in dat cosmopolitisme. Maar hoe meer ik me verdiepte in de ontwikkeling van samenlevingen, hoe meer ik erachter kwam dat dat een vergissing is. Oude tradities, gemeenschappen en symbolen blijven een belangrijke rol spelen. En landen volgen niet allemaal hetzelfde pad naar een westers model. Overal waar landen moderniseren, zien we namelijk dat de rol van lokale tradities niet vervaagt, maar juist groeit. Denk aan de groeiende rol van de kerk en familiewaarden in Rusland. De Turkse middenklasse kijkt naar soaps die de glorie van het Ottomaanse Rijk verheerlijken. In India wil premier Modi tegelijkertijd de markten opengooien en het hindoeïsme versterken. Modernisering en tradities lijken dus hand in hand te gaan. Hoe is dat te verklaren? Dit is volgens mij waar het om gaat. Samenlevingen die snel moderniseren worden rijker, maar raken ook gedesoriënteerd. Bevolkingsgroei drijft massa's weg van het platteland en hun oude gemeenschappen naar unanieme megasteden waar ze op zoek moeten naar werk. In reactie daarop zoeken mensen naar manieren waarop oude tradities richting kunnen geven in het moderne leven. Zelfs in ons moderne land leidt onzekerheid door technologie en globalisering tot een zoektocht naar de Nederlandse identiteit. We hebben discussies over het volkslied en de vlag in de Tweede Kamer. Is dat erg? Nee. Maar we moeten oppassen dat tradities geen muren worden die ons afsluiten voor de rest van de wereld. De opgave is juist om traditie met moderniteit te combineren. De tegenstelling tussen liberale cosmopolieten en bijvoorbeeld fundamentalistische moslims is een valse. Waar het om gaat zijn de mengvormen. Islamitische feministen, christelijke ondernemers, Chinese humanisten en Hindoe science fiction. Of, zoals ik, een Nederlandse filosoof die de waarde van zijn Pakistaanse en Surinaamse roots erkent. Zo vinden samenlevingen ankers in een snel veranderende wereld. Hun eigen ankers.